Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag de allerlaatste meme review. Gaan we ook zo noemen? Nee, we gaan het niet zo noemen. Hoezo dan? Ja, oké. Ja. Ik heb het al veel mogen voorbereiden. Vind je het niet zonde dat jij nooit achter... Ja, ik vind het vooral zonde dat ik dan al mijn tijd moet besteden aan iets voorbereiden met allemaal kut memes. Dat jullie ondertussen lekker een leuk spelletje met z'n vier aan het doen zijn en mij zitten uitlachen van ben je al bijna klaar? Ja, dat vind ik hartstikke zonde, maar je kan het ook een keer aanbieden om te doen. Omdat jij natuurlijk het beste gevoel voor humor hebt, moet jij de selectie maken zodat wij dan uiteindelijk de beste selectie hebben. Ga je die wasnijper van je neus aan of... Die beste. Nasale uitspraak. Goed. Ik heb gehoord, Milo, jij was net aan het zeiken op onze kijkers. Want ze hebben alleen maar kut memes. Ja, dit is een beetje... Kijk jullie kijkers, abonneer. Ja. Om goed te maken, abonneer. Even een abonnementje afsluiten om goed te maken dat jullie alleen maar fucking slechte memes insturen. Maar zijn ze echt slecht? Soms zijn die ook juist al, weer leuk. Okay. Wat verwachten jullie van deze memes vandaag? Nou, veel. Hoog niveau. Knallen. Ze komen van de kijkers, toch? Ja, ze komen allemaal van. Ik verwacht van dan helemaal niks. De kijkers hebben weer echt hun best gedaan. Het zijn hartstikke leuke, originele memes. Heel creatief. Echt niet uitgekoude standaard grappen. Zijn ze een beetje kinderachtig, of niet? Ja, he. Kan niet van kinderachtige dingen. Eerste meme komt hij aan. Hey, we zijn een meme review aan het doen met je knop, als je homo. Pak hem! Oh, kaak, gek. Zijn jullie echt klaar voor? Ja. Dan gaan we naar de eerste meme. Komt-ie aan. Ik snap hem wel, maar ik snap niet waarom je... Dit is volgens mij de eerste video hier, dus dat vind ik wel leuk met Robbie. Maar een Drake meme. Rob met een Peaky Blinders mutsje en een beetje een raar hoofdje. Ja, Make-A-Wish. Ja, is gewoon leuk. Dat is gewoon goed. Maar is dit het niveau? Dit is wel een beetje het niveau. Ja, ik moet zeggen, ik vind die memes met Drake... Drake meme in twee... Waar wonen we nu? Oh, we hebben 2031 is het en we hebben nog steeds Drake memes. Maar dit is niet leuk. Misschien dus moet het clipje erin dat Rob Mogol is met dat petje. Ik doe hem weg. Ik wil de hoed van uit. Wat is de hoofdstad van Overijssel? God, jezus, Mieke, je gaat mijn nakken. Dit is een Arnhem? Hetzelfde als de voornaam van Messi, Arnold. Arnold Messi. Wat is de voornaam van Messi, een van 's werelds beste voetballers? Arnold. Maar hier ging het even helemaal fout, heel erg. Ja, ik had even kortsluiting. Ja, maar flink het blijkt dus dat ik voor een YouTuber, dat is niet handig die combinatie, ik gewoon voor de camera niet goed ben. Je hebt druk op het moment dat de camera aan staat. Ja, maar ook druk dan als jullie naast me zitten. En bij die video was Rob er ook nog eens bij, dus dan weet je alle ogen op mij gericht. Ja. Volgende meme. Heb je zo'n kantje? Ja, die heb ik nog nooit gedaan. Dit is niet mijn beste foto. Ja. Ik moet zeggen, ook niet je slechtste. Nee. Dit is qua niveau wel een beetje even de beter. Niet goed hoor, als het zo nat is volgens mij. Ja, zo behoorlijk vochtig, weet je wel. Gewoon een beetje, alsof je net 50 smintjes hebt gegeten of zo. Ja, of dat iemand dan squirt. Nee. Zo was jij ook ongeveer Nee. Compliment aan Anton, want dit soort kopjes zijn de beste. Ook als je heel erg naar kijkt, heb je niet meer door dat het geëdit is, zeg maar. Oh, is het geëdit? Oh. Volgende niet. Nee, niet deze. Even het shirtje uit. Ja. Nee. Ik heb echt een grote balzak. Heb je echt een grote balzak? Dit is dus een meisje van 12. Dit is het. Ja, maar een meisje van 12. Dit is het niet. Een meisje van 12 doet dus nu alsof hij. Besef je dit even? Ik besef helemaal niks. Ik ga niet beseffen. Vies peuk. Die staat dus echt te strippen daar. Wel met bankzins munch trouwens. Jezus, wel matige striptease, hè? Matige striptease, maar hele grote balzak. Dus een goede nieuws. Dit vind ik wel leuk. Ja, is wat? Jij hebt hier een beetje een scheef mondje. Wat is dit ook voor foto? Die is hier rechter ook weer. Dat is rapper snel. Okay. Weet je waar dit hoofdje van Rob van is? Ja, hij ziet er echt uit, een tevreden koppie. Ja, echt tevreden koppie. Gewoon een blij koppie. En hij lijkt ook op snel. Waarom dan? Van het haar. En van die Volgende. Ja, leuk. Dat zijn de standaard hoofdjes. Ja, leuk. Dit wordt zo'n dag. Snap je, want dan hebben ze die camera ga je dus heel leuk. Ja. Kut memes. Dit is ook zo'n meme format van memes generator. Dan krijg je precies dat font de boven en eronder dan. Toen maken ze memes in 2011. Die wilde haren van je staan weer alle kanten op na een dag lang hard werken, hard geld verdienen. Ik denk dat niet veel meisjes hier ineens tegen zouden zeggen als dit gevraagd wordt. Deze? Oh ja. Lees hem even voor. Ik die voor het eerst na corona in de club kom. Iedereen die is zo hitsig als de pest. Ja, nou ja, dat... Is dit het? Dit is het. Iedereen is zo hitsig als de pest. Nee, maar de memes van vandaag zijn echt niet de beste. Ging kan Anton een paar nog een leuke in. Doe een paar nog een leuke. Misschien een post edit of zo, weet je wel. Gewoon even wel even je leuke content. Ik kom klaar. Wat is klaar? Niks hoor, niks. Ik wil graag klaarkomen voor het logeerpartijtje. Perfect. Wat bedoel je, Pieter? Wacht maar af. Op iets wat hij gewoon op internet gewonnen heeft. Frans Bauer. Ik hoorde dus een verhaal van iemand die was naar Albufeira laatst. En daar gaan de clubs om 11 uur dicht. Hij zei van ja, en dan kom je buiten daar na 11 uur. En op straat is een soort van hitsige band dat iedereen zijn neukertje voor de avond probeert te vinden. Ja. Oh ja, want je bent natuurlijk voor kort tijd. Dus dan... Ja, je hebt maar 11 uur tot 11 uur. Goed, volgende meme. Ik Drake meme, ik ga niet eens lezen. Robin die niet in de video zit.
Ja. Raoul die het in de video. Het is wel goed dat jullie Rob en Koen en ik uit elkaar hebben gehaald. Want anders ging het helemaal los om deze. Maar nu gedraag ik me gewoon. Ja, dat was ook echt heel leuk, man. Ik vind je echt goed verzonnen. Ja, dat is echt leuk. Heb je hem zelf gemaakt, deze? Nee, maar het is wel zo. Nee, ik vind dat altijd jammer. Vind je echt jammer? Ja, want dan moeten wij meer gewoon buiten hun om grapjes zoeken. Klopt. Ja, dat kan niet. Jullie... Nee, oprecht, een video zonder Rob en Raoul zou niet kunnen. Dan kun je geen grapjes meer maken. Ja, dat is wel zeg maar, als ik wegga, gaat heel veel humor weg. Niet dat ik wegga, maar alle grapjes over me heen. Milo krijgen we dan, weet je. Hoe vindt hem niet zo heel leuk, volgens mij? Waarom? Mensen, bij 40.000 likes, een video zonder Robbie en mij. Filmpje weer. Ik zou zeggen, we hebben een back in de rechter flank met Dumfries. Die Dumfries! 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 Ik heb bijna tranen in mijn ogen van deze prachtige tijd. Dan wil je toch dat het weer het WK... Ik heb het zo naar mijn zin gehad dat WK. Maar besef dat als hij naar Inter gaat, dat ik dat elke wedstrijd dan kan doen. Ja, maar dat bij de kut EK heb ik gespeeld, dus ik wil jullie van niet aan herinneren worden. Snel de volgende, Ja, deze vind ik wel leuk, was dat met Snijder of niet? De origineel is maar Snijder. Ja, maar omdat Rob niet zo groot is, weet je. Ik kan met het autootje besturen. Hé, hey, dat is mijn meme, what the fuck, ouwe? Dit is jouw meme? Dit heb je toch niet gemaakt? Ja, maar wel, dit heeft iemand van mij genakt. Die jij weer van iemand hebt genakt? Nee, nou ja, wel zeg maar natuurlijk, maar met Rob zou wat ik genakt. Dit is echt jouw meme? Nou, ik heb niet letterlijk deze gemaakt, maar ik had dat gepost van, weet je wie erin zit? En dan een foto van Rob, en dat hij in zijn leasebak zat, dat hij jou kon rijden. Zullen we van Rob's auto dit doen? Dat we gewoon een gat zagen in zijn dak en er gewoon een hele grote bal leggen. Volgende meme. Ah, vind je nou mee? Calorieën. Leg je nog 7 calorieën in, of is dat nu niet? Nee, helemaal niet meer. Nee, dat was echt klaar en toen was het ook gewoon over met pret. Ben je nu ook weer dik? Ik ben nu weer echt een dikke roelie aan het worden. Maar iedereen zei ook van, dunne roelie is helemaal niet leuk. Dus ik probeer nu weer gewoon bourgondisch gezellig te worden. Ja, bourgondische roelie! Calorieën is met 1 E, toch? Oh, had ik verkeerd getypt dan. Gefeliciteerd, je bent 100.000 bezoeker en hebt de nieuwste iPhone 13. Ik heb er één! Nee! Mensen hebben toch ook met de flesjes focus en ik heb met de hoeren, de Tsjechische hoeren. Tsjechische hoeren, die vond ik wel leuk. Nou goed, stap er niemand meer in, hè. Zodat Rinus hier lekker beneden zat, lekker PSV-TV te kijken. Rinus die denkt ook Omroep Eindhoven, Trouwens, gefeliciteerd met die iPhone 13. Deze is heel goed. Volg de lijn. Ja, maar dat er een edit aan te pas moest komen. Ja. Dat had misschien zelfs zonder edit gekund. Dat hij echt een foto heeft dat die... Dat deze lijn te maken is. Deze lijn, van Leur naar mij. Ja, misschien Leur met de voetballer en jij er op een keer bij een voetballer. Dat zou toch wel kunnen. Mensen, maak hem even. Maak hem even direct. Dat kopje daar bij die Merkel. Een smerig handje nog even. Oh, die foto is ook heel raar, überhaupt. Ja, maar deed hij nou? Ja. Hij is helemaal verstrooid daar. Ja, hij is helemaal van de kaart. Even klok showen. Misschien dat hij daar net dat bakje snoes lekker weer, dat zakje er. Ja, door het die dat snoes. Wat Rob zegt als je vraagt waarom die zo dik is. I'm on a seafood diet. A seafood diet. Maar is dat echt volg je dat dieet? Ik hou helemaal niet van zee eten. Ja, maar nu ben je weer zo'n tyfusventje, want jij ziet deze en je denkt die is zo ongelooflijk slecht, die pomp ik erin. Ik vond hem dus best slecht, maar door die emotie dat hij lacht, blijkt dat hij leuk is. En dat is wel meteen dan Wat een stomme grap. Goed, volgende. Mijn laatste breincellen tijdens dat ene... Oh, dat ene proefwerk. Alsof het Marcus Vlogs hier zo'n dansje doet, toch? Ik snap wat je bedoelt, Marcus Vlogs, ja. Hoe is deze vent miljonair? Doe je dit tijdens de opnames en weet je dan? Dit wordt comedisch goud. Ja, tuurlijk. Ja, anders zou ik het niet doen. Ja. Volgende. Nee, maar die heeft niet meteen gestuurd. Wat is het idee hiervan? Wat ben je aan het doen? En zo dat hij dan niet bij zit. Ben je emotioneel, want alweer de laatste meme review in Castle Hutch is. Ja. Die is dan wel leuk. Leuk. Drake format, hè? Altijd goed. Ja, Drake format. Hoe oud zou deze meme zijn? Echt, sinds 16 of zo, 15? Gewoon wel weer goed, hè? Ja. Volgende meme. Je demente oma wanneer ze moet facetimen wanneer je jarig bent. Ja, dat was gewoon goed. Deze is wel leuk, hè? Dat is echt leuk. Goed, volgende. Volgens mij doe ik het niet Even door met leuke filmpjes kijken. We hebben een domino shirt. Ik heb als campagne. Heb veel geld voor gekregen trouwens. Ja, maar je zit je wel voor lul natuurlijk met zo'n domino pizza shirt. Ik die mijn vrienden uitlach omdat ze een 5-4 voor wiskunde kunnen hebben. We are going on a summer Die lacht naar zijn vrienden uit, dat doe je sowieso niet. En jij hebt dus nog een veel lager cijfer eigenlijk. Ja, maar kan je wiskunde, was ik echt koude goed. Maar wat is die verkeerde? Dit is die gesponsorde domino's. Ja, ik snap het, hij niet als dat zal in een domino's shirt lopen, alleen waarom lacht hij zo? Hij kreeg iets in zijn oortje binnen, in die video, dan moest hij heel erg lachen, toen dacht hij, kut zo, ik moet nu serieus blijven. Waar lach je hier eigenlijk om? Pas Kiro, die zegt, maar pizza met die leeg! Komt-ie, volgende.
Hey! Funko Koberg. Ja. Maar hier lijken we niet op hem. Het gaat er niet om dat jullie altijd een baard hebben. Het gaat erom, volgens Matt, dat wij allebei zo'n klein hoofdje hebben. Als in, dit zijn je ogen. Ja, een klein gezicht. Groot hoofd omheen. Een klein gezicht hebben jullie. Ja, hij heeft wel gewoon, als je puur naar gezicht geeft, wel best wel wat overeenkomst hoor. Seksgod allebei. Even snel, nog even snel Sander van de streek. Funko Koberg. Oké, Robby met zijn vriendin in bed. Mikke. En paf. Ja, maar altijd dat. Dat, en dan zo even met dat veertje en dan dit. Toen ging ik zeggen waarom oude mensen altijd zo belachelijk dom foto's. Ja, dat heb je helemaal goed gezien. Dat doen ze altijd met dat vingertje. Ja. Mijn moeder ook altijd. Zo even van het uitzicht even zo. En dan nee, mijn moeder is echt 40 of zo. Maar goed, even voor en de, lekker, dat de kijkers ook snappen. Want die hebben af en toe die vieze lelijke oude moeder. Ik kan heel veel grap over moeders maken over die van Matt. Kunnen we dat niet doen. Wat is waar komt het uit? Ja. Volgens mij wilde hij je uitleggen dat oude mensen altijd zo raar een foto maken op hun telefoon. Oh. Dat ik kijk echt te weinig video's van Robby's, merk ik. Ja. Want ik mis echt veel. Ja, maar jij hebt die selectie gemaakt. Je hebt gewoon elke rol. Ik zou je zeggen dat dit even de betere was die ertussen zat. Dan weet je genoeg. Ja. Heb je ook memes in nieuw gemaakt aan trouwens? Nee. Stel, ik zou dat niet zeggen geweest, dan had je deze video niet kunnen maken. Deze gaat niet over jou. Deze is vaak gebied ook, deze. Met dat tandenborsteltje. Begin jij zo de video dan? Nee, maar dit is vaak tijdens van die... dit is best gek op jou vaak. En dan ga ik stukjes naspelen van wat er gebeurt in dat ding. Je zegt soms van ja, en ik kijk vaak naar hem. Dan kijk ik om de hoek bij mijn kluisje. Dan ga ik even kijken wat diegene aan het doen is. En dan doe ik dat zo na. Hebben we nog even niet? Oh ja, die is goed. Deze is goed. Deze is heel goed hoor. J-on het doen. Lichte gay porno aan het kijken. Mode, laat me zien. Nou. Even serieus, de eerste volgende keer dat iemand vraagt überhaupt om in de hele wereld om memes. Stuur dan niet zulke dingen in. Als je nou denkt van, hé, ik wil er graag memes in sturen, maar hoe kan dat dan? Volg ons even op Instagram. Dat is gewoon @bankzitters. En dan komt er een mooie oproep van ons en dan kun je ze gewoon insturen. Volg ons vooral. Zet de meldingen aan dat je nooit iets mist van onze vette Huts Instagram content. Moet ik een shotje alcohol nemen? Want dat is mijn manier van... Je hebt koorts, doe nog niet hoor. Je hebt koorts. Oh. Hij schenkt ook veel. Ik word er gewoon misselijk van als je kijkt. Zoveel in zijn bek. Oh, dit is even een emotioneel moment dit. Laatste meme review in het huis. We hebben al een compilatie gedaan van zwart-wit beelden met zielig muziekje van dan... Laten we dat nu maar even doen. Goed, mensen bedankt voor het kijken. Kut memes, echt. Ja. Volgende keer vragen we gewoon lekker stoofvleesje of even een stoofvleesje of anaal kabaal. Mensen, de groeten. Daar ga je, Dirk. Naar huis.